Het Openbaar Ministerie wil minister Gilmore Hoofdraad van Financiën strafrechtelijk vervolgen. In een persbericht zegt de procureur-generaal Roy Bayanat Pandey dat hij vandaag een vordering heeft aangeboden aan de Nationale Assemblée om de minister in staat van beschuldiging te stellen. De vordering is vergezeld van een opgave van de feitelijke omschrijving van de misdrijven waar de minister van wordt verdacht. In de vordering is opgenomen de wettelijke bepalingen die deze misdrijven strafbaar stellen. Het Openbaar Ministerie wacht nu het besluit van DNA op deze vordering af. Dit besluit is namelijk nodig om te beginnen met het vooronderzoek bij de rechtercommissaris, belast met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg. In het persbericht vermeldt het Openbaar Ministerie verder dat de president ook een kopie heeft ontvangen van de documenten zoals aangeboden aan DNA.